Hey guys! Deze video die jullie nu gaan zien is gesponsord door Livresse. Even dat jullie het weten. Ik ben hier vandaag namelijk met Vera en met Sanne. En deze week kennen we elkaar 5 jaar, dus dat is mega bijzonder. Maar ik denk dat er alsnog wel veel dingen zijn die we van elkaar niet weten. En daarom gaan we vandaag het Livresse Play Fearless spel spelen met allemaal truths en dares. Gaan we wat meer van elkaar te weten komen en waarschijnlijk grappige dares uitvoeren. Oké, dus ik ga een paar truths en dares uitzoeken die we gaan doen vandaag. En de allereerste is nummer 12, Happy Times. Wat heeft jou vandaag echt gelukkig gemaakt? Wat heeft jullie gelukkig gemaakt vandaag, jongens? Vandaag? Oh ja, vandaag. Maar van mij mag je ook deze week kiezen. Ja, of het vandaag is natuurlijk gewoon dat we 5 jaar samen zijn. Nou ja, samen zijn. We elkaar 5 jaar kennen. 5 jaar een relatie hebben. Ja. Dat we nu samen zijn, dus dat we nu een film gaan opnemen, dat maakt me wel heel gelukkig. Dan is dat eigenlijk niet zo goed in mijn vel, dus ik voel me een beetje sipsig. Moet ik het afzeggen? Nee, ik moet er juist naartoe gaan. Want dan weet ik dat ik weer blij word. Ja, maar dat is toch zo. En nu ben ik er ook en nu ben ik ook weer blij. En jij? Wat mij gelukkig maakt deze week is dat mijn ouders een hond hebben geadopteerd uit Griekenland. En ik wil echt al heel mijn leven een hond en nu hebben we ineens een hond. En ik woon er niet meer thuis, maar ik ben echt heel lief. Ik ben heel blij. En hoe heet ze die ook weer? Ochie. Ochie! Ik wil hem echt ontmoeten. Ja, ik ook. Wat mij blij maakt is natuurlijk ook wat jij zegt. Maar ik denk ook, gisteren hadden we een artikel gepost over complimentjes geven aan jezelf. En toen gaf iedereen echt zulke mooie complimenten aan zichzelf. En toen dacht ik van, wow, dit is echt cool. Ja. Dit zou je vaker moeten doen. Ja. Dat is echt leuk. Ik denk dat het tijd is voor een dare. En ik heb gekozen nummer 51. En dat is upside down selfie time. Hang op de kop aan een klimrek en zie de wereld anders. Ze moeten naar een speeltuin. Oké. Heb jij een speeltuin in de buurt? Yes. Heb je het zeer echt heel erg in de buurt? Ja, het is hier in de straat verderop. Mooi, yes. Mag ik ook van de glijbaan? Nee! Het regent een beetje, maar dat mag de pret niet drukken, hè, jongens. Zeker niet. Oké, dus ik heb deze daar uitgezocht. En het leek me erg grappig, maar het regent nu best wel hard. Dus nu moet ik als straf het in mijn eentje doen. Let's do this. Maar ik wilde ook zo graag nog blijven. Wow. Nummer 15. Wat is je mooiste lichaamsdeel? Gelijk een complimentje aan onszelf. Oh ja, hier, dat is een compliment aan jezelf vandaag. Zal ik beginnen? Ja. Anders? Doe maar. Oké. Mijn mooiste lichaamsdeel vind ik, is altijd een beetje gek, maar ik vind mijn wangen en mijn kaak en zo. Want ik ben heel erg blij met de vorm van mijn gezicht en dat ik een beetje appelwangen heb. En daardoor staat bronzer en blush en zo staat altijd heel erg mooi. Dus dat vind ik mijn favoriete lichaamsdeel. Ook al vind ik het niet echt een lichaamsdeel. Jawel, je wangen. Mijn wangen. Ja, het is misschien gek, maar ik vind mijn lichaamsdeel denk ik altijd aan uitstekende dingen, weet je wel? Ze zijn niet echt uitstekend. Nou, maar wel, je wel uitstekend. Gewoon, ja. Heel goed, heel goed. Nou, ik denk dan dat ik voor mijn taille ga. Of meer zeg maar, dat is niet echt mijn lichaamsdeel, maar je figuur. Ja, gewoon zeg maar hoe mijn figuur vormgegeven is, zeg maar los van hoe zwaar ik ben. Maar dat het dus zeg maar een soort, ik heb een zandloper figuur en daar ben ik wel heel blij mee. Dus ik heb een taille en ik heb dat mijn schouders ongeveer even breed zijn als mijn heupen. Ja, dus daar met mijn bouw. Nee, mijn bouw. Dus niet echt, dat is niet echt een lichaamsdeel. Nee, maar gewoon wat vind je het mooiste aan je lichaam? Dus dan ga ik wel toch wel voor mijn bouw, denk ik. Ik denk mijn haar. Oh ja. Hoe kan je dat eigenlijk een lichaamsdeel noemen? Maar ja, toch, ja, het is heel vol en dik. Ik ben ook heel blij met de kleur. Gewoon rood past heel goed bij me. Ik ben gewoon blij met mijn haar. Ja, snap ik wel. Snap ik ook. Ik ben ook altijd een beetje jaloers op je haar. Ja. Ook dat je het zo lang kan laten groeien en dat het dan gewoon nog steeds mooi is. Ja. Sowieso, inderdaad, jouw haar. Je hebt een soort magisch haar. Want hoe vaak je het ook verft of ontkleurt of zo, het ziet er nooit droog uit. Het ziet er altijd mooi verzorgd uit. En dan alweer de allerlaatste dare van deze video. 87. Google waar de lekkerste taart van Nederland gemaakt wordt en ga daar vandaag taart eten. Oké, ik denk niet dat we naar een andere stad kunnen gaan vandaag, want we moeten ook nog sushi eten hier in Rotterdam. Ja. Maar dan gaan we wel uitzoeken natuurlijk waar we hele lekkere taart kunnen eten in Rotterdam. Sanne is de Rotterdammer. De taartplek in Rotterdam is eigenlijk Koekela. Koekela? Koekela. Waar zit dat? Het is een nieuwe binnenweg. Ja, als Rotterdammer ken je dat. Oké, nou leuk, we gaan naar het toilet. We love is some turn.
Dus we zouden eigenlijk naar Koekela gaan, maar ik zit in mijn vegan maand en daar hebben ze geen vegan lekkernijen of taarten. Dus we lopen nu naar Heavenly Cupcakes en daar is alles helemaal veganistisch. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop dat het heel lekker gaat worden. There we are. De taart. En nog meer taart. Ja, dat en nog meer taart. Ik durf niet te zeggen dat het de lekkerste taart is van Rotterdam, maar het is sowieso de lekkerste vegan taart van Rotterdam. Daar zijn we alvast over uit. Het is echt heel erg lekker. Het is dat we zo nog sushi gaan eten, dus zou ik nog een stuk willen. Missie volbracht. Yes. Yay! Nou, ik vond het echt super leuk om dit spel vandaag te spelen met Sanne en met Vera. En ik zou het ook heel erg cool vinden als ik kan zien hoe jullie het spel spelen met vriendinnen. Als je naar het Instagram account gaat van Livresse.nl, dan kan je daar je vriendinnen taggen onder de foto's. En als je dan ook nog hashtag PlayFearless gebruikt, dan kan je het spel spelen met elkaar. Er zitten af en toe wel een beetje pittige vragen tussen, dus ik ben echt super benieuwd naar jullie antwoorden op de Truth and Dares. En dan heel erg bedankt voor het kijken. Dankjewel Sanne en Vera dat jullie deze video met me wilden maken. Willen jullie hartjes met me doen? Ja. Oh. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hartjes! Voor jou. Ik heb er nooit stilgestaan dat ik het gek deed. Nee, ik deed het ook niet zo. Nee, maar je doet het ook niet gek. Ik doe het gewoon altijd zo. En dit vind ik zo'n perfect gevormd hartje. Ja, maar het voelt ook deze wel, is iets ja. zeg maar breder en deze is weer echt super lang. Ja. Wat een manieren, jongens. Oh, oh.